Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond, want we weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. En hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Magic op TV. Deel 92. Nou, goeiedag allemaal. Dat is Gert. En dat is Ron. En Gert. Ja. Hoe was je Koningsdag? Nou, wel leuk. Ja? Ja. Nou, leuk. Hoe was jullie Koningsdag? Niks. Ja. Nee, oké. Gert. Ja. Over tot de orde van de Magic Shop TV ding is. Wat hebben we vandaag in Magic Shop TV? Nou, wat trucjes? Hè? Nee, ik zit even reclame te maken voor de beker. Isolation van Peter Egging. Het was subtitel The Portable Card Through Window. Oké. Symbol van Steve Cook. Uitgebracht door Alekatom. En van Sans Minds, de Finishing Ring. Oeh. Ja. En dat was het erbij. Ja, ik heb nog even twee dingen erbij gelegd. Kunnen we even wat over vertellen? Of drie dingen. Vier dingen zie ik. Ja. Want we hebben natuurlijk ook nog de vaste rubrieken. FG Ron en Gert. We hebben een aantal inzendingen. We hebben een kijkersvraag. En we hebben een aanbieding, inderdaad. En misschien een YouTube-tip. Ja, toch wel. Hé, voordat iedereen afhaakt. Ja. Een van de kijkersvragen was niet, maar één reactie onder de vorige video was over de Boulevard of Magic. Ja. Wil jij er iets meer over vertellen misschien? Ja, wat leuk. Nou, waar is het? Het is op de Boulevard van IJmuiden. Hoe laat begint het? Weet het je begint dat? Om 1 uur. 1 uur 's middags. Ja. Dat is 15 mei, nee. Eerste Pinksterdag. Kan je heen? Moet je betalen? Moet je kaartjes kopen? Nee, je kunt zo heen krijgen. Ja, er worden soort boulevardkampioenschappen gedaan, straatgoochelen, waarbij je een leuke prijs kan winnen. En ook nog het NK straatgoochelen. Nederlands kampioen, het officiële Nederlands kampioen straatgoochelen. Ja. En je kan er gewoon heen. Je kan er gewoon, als je denkt, nou het is mooi weer of het is geen mooi weer. Ja. Je gaat er gewoon heen, parkeer je auto achter een heel groot parkeerterrein. En dan kan je daar gewoon lekker over de boulevard heen struinen. Wij zijn er ook gezellig. Nou, wat leuk. Wij zijn er ook met de steen. Een keer een hand geven op de foto. Ja. Oké, nou, genoeg daarover. Dus Boulevard of Magic. We hebben niet een website of zo, maar mensen even kunnen kijken. Nee, Facebook even kijken. Veel Facebook. Niet iedereen heeft Facebook. Maar goed, bij deze 15 mei om 1 uur begint het in IJmuiden. Dus Google even Boulevard IJmuiden. Dan komt het helemaal goed. Moet het goed komen. En anders kan je altijd even een bericht naar ons sturen. Gert. Ja. Waar wil je mee beginnen? Dat, maar ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar Isolation. Ja, ik ook. Nou, ik moet dat doen. Ja, ik heb geen iPhone. Bang hoor. Nou, ik toevallig wel. Ja. En het is eigenlijk een soort... Het heeft niks met de telefoon te maken. Het is wel gewoon een normale, een echte. En zie je, hij doet het ook gewoon. Waar is de camera, zie je. Dus het is geen getrukkeerde iPhone. Wordt er ook niet bijgeleverd. Nee. Nee, ja, ik denk ik zeg het maar eventjes. En het is een kaarttruc. Nou, het is wel een kaart. Hartstikke leuk. Dus ik ga gewoon kijken hoe ver we waar het spreekwoordelijke schip stond. Ja, ja? Is goed. Gert, jij mag even. Ik ga zo met mijn duim erdoor. Mag je ergens stop zeggen waar je wil? Boem, wat foto liefst voor de break. Stop. Ja, dat is iets sneller. Goed, stop. Oké. Deze kaart. Oeh, de Ruiter 2. Fantastisch mooie kaart. Ja. Nou kan ik twee dingen doen. Ik kan jou eventjes die kaart laten signeren. Ja. Hoe heet ik ook weer? Oh ja. Maar dat is natuurlijk heel erg zonde van de kaart. Dus dat gaan we niet doen. Oh, je hebt het al gedaan. Nee, ik wil... Wauw. Ik wil die kaart... Ik ga je iets proberen. Ja. En ik doe het wel even... Ik zet hier eventjes... MS. Van Magic. Shop. Ja. Zo. En nou scheur ik eventjes dat kleine hoekje ervan af. Van die ruiten 2. Over sommige gesproken. Ja, maar dit is. Dus ik ga hem proberen weer heel te maken. Oh. Met nadruk op proberen. Zie je? Ja. Je mag het even onderzoeken. Nee, grapje. Of je echt stukjes. Hey, ik heb hier een iPhone. Ja. En het grappige is, het is niet mijn eigen iPhone. Nee. Nee, wat het is? Niet van mij. Ja, maar ik heb namelijk geen iPhone. Dus dat vond ik wel grappig dat je zei van ja, ik doe het met een geleende iPhone. Dat doe ik niet. Ik ga eens proberen met dit stukje. Ja. Ja, ik weet niet of ik het een beetje in beeld heb. Het stukje past natuurlijk perfect. Andersom. Jij hebt de kaart gesigneerd, dus je had alles kunnen doen. Ik zal eventjes het stukje er een beetje onder schuiven op een mooie manier. Zo. En ga ik proberen
die kaart als het ware weer heel te maken. Ja? Ja. Dat zou wel mooi zijn. Nee, ik ga het stukje laten verdwijnen. Dat is beter. Let op. Oh, dat is niet helemaal gelukt. Hij ligt er nog. Hij ligt er nog. Dan, maar weet je wat ik ga proberen? Dat is misschien wel leuk, hè? Zit ik in beeld? Oh, ik zit niet helemaal in beeld. Ik ga wel iets anders proberen. Als ik hem zo doe. Kijk. Hey. Daar zit hij achter. Erin, hè? Erin, ja. Erin, in het dingetje. Daar zit er achter. Nou, nog steeds de ruiter 2. MS, gesigneerd. En je mag hem niet mee naar huis nemen, want het is mijn eigen iPhone. Althans, dat het is nu natuurlijk niet helemaal, want normaal gesproken is het je eigen iPhone. De kaart kunnen ze wel meenemen, uit handen geven, onderzoeken enzovoorts. En dat is Isolation. Leuk. Voor Peter Egging. Ja, daar ben je wel weer een hele leuke truc gemaakt. Ja, top. Ja, absoluut. Werkt alleen met een iPhone. Ja? Dat wil zeggen... De 5. De 5, 5S, 6, 6S of de 6 Plus. Ja. Een van de drie. Mocht je, net bijvoorbeeld als ik, een Samsung hebben, dan kan je het ook doen. Maar dan heb je flink wat aanpassingen nodig. Sterker nog, dan koop je het effect. En dan moet je alles daarna zelf regelen. Ja. Zelf een, want bij de Isolation, het komt met het hoesje, het komt met de gimmicks, het komt met alles erop en eraan. Ja. En dat heb je bij, als je een Samsung bijvoorbeeld hebt, heb je dat niet. Dus zal je zelf voor een hoesje moeten gaan zoeken, die uiteraard doorzichtig is, want anders dan zie je het natuurlijk niet, zeg maar, als je met een zwart hoesje doet. Nou ja, goed, enzovoorts. Ja. Ja, dus dat is het enige nadeel als je over een nadeel wil spreken. Ik denk dat het een heel leuk portable effect is. Nogmaals, deze stop jij weer in je broekzak als in van, nou, ik neem deze mee naar huis als souvenir. Ja. Jij mag de kaart meenemen naar huis als souvenir. Je stopt hem weg en je bent, ja. Ja, je kan redelijk snel resetten, heb ik begrepen. Ja. Ja, je kan de gimmick snel resetten, maar je moet... Twee dingen, in mijn beleving moet je voorbereiden, zoals ik het gezien heb. Ja, je moet wel wat voorbereiden. Ik zou het niet strolling doen, nee. Van tafel naar tafel. Dus, nee. Maar goed. Nou, dat is Isolation. Leuk. Ja toch? Nou. Absoluut. Wat heb je nog meer? Zullen we Symbol eens proberen? Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik hou hiervan. Ik ben hier gek op. Jij vindt het leuk? Ja, ik vind het leuk. Nou, het is eigenlijk een soort... psychologische test. Het werkt met een aantal kaartjes. En we hebben hier een kaartje, daar staan alle symbooltjes op, zoals je ziet. Namelijk het rondje, het vierkantje, plusje. Ja. Goed. En niet te vergeten. Niet te vergeten. Een voorspelling. Ja. Wacht, ik leg hem iets meer in beeld, want anders denken mensen dat je natuurlijk vals speelt. Dat je hem zo uit beeld... stiekem wisselt, want ik kom natuurlijk geheid niet op hetgeen uit. Maar jij hoopt dat ik heb uitkomt. Heb jij toevallig een dobbelsteen bij de hand? Ja. Nou, dat is toch ook wel. Want ik kan je natuurlijk één laten kiezen. Of, maar het is misschien leuker om 1, 2, 3, 4, het zijn 6 kaartjes. Mm-hmm. Dus om een dobbelsteen te gooien. Zoals ik gewoon even rol? Ja. Ik rol 2. Ja. Nou. Dat was het? Niet meer... Nee, ik vind 2. Jij vindt 2? Ik vind 2. Okay. Ik ben gek op 2. Oh, het is gewoon een normale dobbelsteen. We hebben niks afgesproken. Nee. Nee, oké. Okay. De mensen die denken... Maar, ja, dat hoeft namelijk helemaal niet. He? Je hoeft er niks af te spreken. Nee, dat is waar. Want, je kan het... want wat je misschien niet gezien hebt... Mm-hmm. Dat er wat achter op deze kaartjes staat. Ik dacht dat ze wit waren. Kijk. 5, 3, 6, 1, 2, 4. Ze waren dus genummerd. Ja. Jij gooit 2. Ja. Dit is 2. Mm-hmm. Daar staat op het... Cirkel. Rondje. Of een rondje. Nou, zeg het. Vooruit. En nou, kijken naar mijn voorspelling. Mm-hmm. Ik heb hier een envelopje. En daar zit 1 kaart in. En het envelopje is leeg. Ja. Goed hoor. En het is het rondje. Ja, en je kan echt dat je 3 had gegooid of 6. Ja, maar ja. Nee, had je nou had je het wel willen weten wat er was gebeurd als een ander getal had gegooid. Ik vind het waanzinnig. Mooi, ik denk dat veel goochelaars hebben wel een idee. Ja. Denk ik. Dat je denkt van nou, zo zou het kunnen werken.
Alleen de... Dit is nog even het is slim. Ja, het is heel slim bedacht. Het is echt heel slim bedacht. Ja. Als je, het wordt helemaal compleet geleverd. Dus met dit kaartje, met dit kaartje. Met een envelopje. Envelopje met de uitkomst. Ja. Zonder dobbelsteen. Hij doet in de trailer doet hij het met een imaginary dobbelsteen. Hè? Ja. Dus gooi hem in je gedachten enzovoorts. Maar goed, het kan gewoon met een echte dobbelsteen. Ja. Want je forceert helemaal niets. Ze mogen echt een willekeurig getal noemen tussen de 1 en de 6. En ongeacht wat ze zeggen, je komt erop uit. Leuk hè? Ja goed, sterk. Leuk. Symbol. Peter Koek. Steve Koek. Ja, maar ik denk Peter Nari. Dat is broer. Steve Koek. Ja. Goed, dat was Symbol. Ja, van Peter Koek. Wordt het tijd voor de FG Ronde Gert? Ja, dat is prima. Dat is leuk. Ja, dat is goed. Nou, doen we dat even. Eventjes. Komen we zo weer terug. We gaan even een kop koffie drinken. Ja. Okay. Dag. Als je zelf een leuk weer, ja. Leuk, dobbelsteen ook leuk. Als je zelf een leuk goocheltruc hebt, stuur hem eventjes door. Check eventjes www.magicshop.nl/tv. Of mail hem gewoon naar info@magicshop.nl. Leuk filmpje. Kan ook via WeTransfer als het een groot bestand is. En onthoud eventjes, probeer even je camera niet zo te filmen, maar zo te filmen als je het met je mobiel doet. Want anders moeten we iedereen... Nou goed, neem maar. Gert, ik zie nog een aantal andere dingetjes liggen. Even snel misschien. Ja, ga je nog. We hebben Bruce Lee kaarten. Ja, uitgebracht door Dan en Dave. Dede. De Bruce Buck. En het is wel leuk. Zo'n mooie kaart hoor. Ja. Geel en zwart naar aanleiding van zijn zo'n kimono-achtige dingen aan in een van zijn films. En daar is het een beetje op gebaseerd. Mooi thread voor de... Gypsy thread. Ja. Dus voor mensen die denken, gypsy thread, wat is dat? Je hebt een stuk draad, maak je kapot, maak je er allemaal kleine stukjes van. Hou er eentje af, rol je tot een balletje, doe je bij elkaar, haal je uit elkaar. Ja. Voor de mensen die de goocheldoos hebben, de Street Magic goocheldoos, in een van de bonus trucjes leg ik die truc ook uit. Ja. Dus dat is wel leuk. Dit is alleen het draad, dus niet hoe het werkt, alleen het draad. Het is UV-draad, dus als je ergens in een club staat te werken onder blacklight, dan heb je echt een waanzinnig mooi effect. Als je op toneel staat, zou je dat kunnen regelen. In gewoon licht is het natuurlijk ook super goed zichtbaar. En daar is het inderdaad voor. Ze zijn er in verschillende kleuren. Mocht je een andere kleur willen, laat ons even weten. Wij hebben alleen geel op voorraad. We denken dat dat het meest gangbaar is. Juist. Over de Street Magic goocheldoos gesproken. Ja, die komt eraan. Heel veel mensen die zeggen... We hebben gezegd eind april. Ja. Het is volgens mij vandaag, als je dit op zaterdag zit te kijken... Is het ongeveer 8 eind april. April. Ja. Ze staan al in Nederland. Ja, ze staan al in Nederland. Het ligt bij de douane. Het moet allemaal ingeklaard worden. Voor hetzelfde geld is het vandaag al aangekomen. Het komt eraan. We zijn echt... ze zijn er bijna. Yes. Dus. Nog even over de bicycle kaarten. Ja, is goeie. Ja? Dat is een semi-kijkersvraag ook eigenlijk. Is dat zo? Nou, mensen die denken, wat moet ik nou bestellen? Die gaan... De normale bicycle kaarten, de Riderback, die leveren wij nu gewoon weer in het oude vertrouwde doosje. Dus met de volledige achterkant van de kaart. Dus dit is ons gewone standaard bicycle goedkoopste deck. Precies, tot een tijd geleden noemden wij deze klassiek. Ja. En nu is dit de normale. Standaard. En de oude nieuwe doosjes, of de nieuwe oude, goed. Die hebben ook nog wel... Maar in mindere mate als die. Ja. En die noemen we dan ook de gold border, zoals jij zegt. Er zit een gouden rondomheen. Ja, in principe... En die moet je dus apart bestellen als je die per se weer wil hebben. Ja, dus als je gewoon bicycle kaarten bestelt, dan krijg je deze. Als je een doos kaarten bestelt, dan krijg je deze. Als je een overdoos bestelt, dan krijg je deze. Als je een pallet bestelt, dan krijg je deze. En als je een vrachtwagen bestelt... Nee, nu is het genoeg.
En anders, dus en dus als je die wil, dan moet je even goldboarden. En ik weet niet, misschien gaan die eruit, dat weet ik niet. Nee, maar ik denk het nog niet. Maar het zou kunnen dat het langzamerhand wel uit zou gaan. Hé, hey, ik zie dat mooie witte doosje daar liggen. Nou, jij bent benieuwd wat dat is. Nou, ik heb er vaag even ingekeken. Mag ik er ook even in kijken? Het is Vanishing Ring van Sans Minds Magic. We hebben hem op de site staan en ik werd gebeld door een meneer. En die zei, ja, Sans Minds allemaal leuk en aardig. Maar Sans Minds is het vaak toch wel veel knutselen. Veel zelf doen. Het is geen goedkope truc. Nee. Even uit mijn hoofd €180 om erbij. Zo. Ja, het is geen goedkoop ding. Is het ook wel wat? Ja. Nee, zogenaamd komt dit van de Sans Minds Pro serie. Dus nou, blijkbaar hebben ze zelf ook in de gaten gehad. Dat de rest allemaal amateur. Nee hoor, nee, dat is flauwkul. Nee, dit is wel echt wel. Dit is een gemaakt. Een kleine historie. Ja? Het is gemaakt voor de televisie. Een van de goochelaar op televisie die wilde iets doen. En toen heeft Wild Sci, volgens mij. Maar nou hoop ik niet dat ik credits verkeerd geef. Wild Sci heeft iets voor hem bedacht. Heeft die maand aan gewerkt. Werkte perfect voor tv. Veel goochelaars zagen dat op tv en die zeiden, die wil ik ook hebben. En toen hadden ze gezegd, ja nee, ik heb een prototype gemaakt die voor tv goed genoeg was. Hebben ze 2,5 jaar hebben ze hiernaar gewerkt. Zo de ja, 2,5 jaar. Met, vandaar dat het zo duur is. Vandaar dat hij ook zo duur is. Met testen, retesten, verschillende 3D-modellen. En uiteindelijk is dit het eindresultaat geworden. En ja, ik vind het heel mooi. Yes. Dit is wat het is. Ik ben benieuwd. Je hebt een fluwelen doosje, waar normaal gesproken een ring in zou kunnen. Of een paar oorbellen. Of, nou ja, weet je wel, zo'n juweliersdoosje. Ja, ken je wel. Wij hebben ze in blauw overigens en in zwart. Dit is de blauwe variant, we hebben hem ook in het zwart. Nou, je kan een ring lenen. Voor de mooiheid hebben ze er een hele dure ring bij gedaan. Ja. Alleen het doosje is al mooi. Goed, je leent de ring en ja, kijk eens. Nou, fantastisch. Stom zelf maar even in een doosje. Dat je niet denkt dat ik vals speel. Pas je al een op, want het zit een hele dure diamant. Ja, dat is een hele dure diamant. Maar daarom heb je ook zo'n heel mooi, hoe heet het? Zo'n doosje daar, zeg maar. Ja. Dan kan je er helemaal niets mee, kan je er niks aan stelen. Nou, het enige wat we gaan doen, is een magische spreuk. Heb jij een magische spreuk? Nee. Een rare spreuk, hè? Ja, dat is inderdaad een rare spreuk. Maar het mooie is, als je die magische spreuk doet, dat nee, dan gebeurt er wel iets bijzonders. Want zou jij eens het doosje willen openmaken? Heel voorzichtig zo voor de camera, dat iedereen het goed kan zien. Dan is het ring, de ring, niet het ring. Het ring. Het ring is verdwenen. Oeh. Oké. Okay. En, waar je ook wil, dat ga ik nu al mee doen, kan je de ring weer tevoorschijn halen. Ja. Want je kunt namelijk de ring weer uit het doosje stelen. Ja? Dus het principe van het doosje is dat dit is je verdwijn gimmick. Ja. Als je het zo wil zeggen. Dus de ring gaat erin, doosje gaat dicht, doosje gaat open, de ring is verdwenen. Ja. Je zou, en dat leggen ze ook uit, je zou de toeschouwer zeg maar alles kunnen laten doen. Dus de toeschouwer kan zelf de ring in het doosje doen, het doosje dicht doen. En als je dan het doosje openmaakt, is de ring verdwenen. Ja. Zelf heb ik ermee gespeeld. De toeschouwer mag hem wel dicht doen. Maar ik zou liever het doosje vast willen houden. Ja. Want nu is de ring verdwenen en nu heb ik verder niks gedaan. En nu ben je best wel heel kwetsbaar, vind ik. Ja, klopt. Maar goed, als jij natuurlijk zegt, nou doe zelf de ring dicht, knip in je vingers, maak het doosje open. He, dus jij als goochelaar houdt dit allemaal in je handen. Ja. Dus hij mag zelf het doosje dicht doen, hij doet zelf de ring erin. Dus jij kan helemaal niets doen en daarna mag hij zelf het doosje openmaken. Ja. Terwijl jij hem in je handen hebt, denk ik dat het goed is. Ja. En wat ik super goed vind is dat je dus, wat ik zeg, razendsnel eigenlijk de ring er weer uit kan stelen. En dat heb ik inmiddels gedaan. Ja. Dus, dat vind ik heel bijzonder. Het gaat echt heel snel. Je gaat heel snel. Ja, het is waanzinnig mooi gemaakt. Is het volledig te onderzoeken? Ik denk het niet. Ik denk dat mensen gaan onderzoeken, dan gaan ze vinden hoe het werkt. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, dit is gewoon een juweliersdoosje. Heet dat zo? Ja. Ja, een sieradendoosje. Dus waarom zou je dit willen gaan onderzoeken, vind ik. Ik vind het wel mooi hoor. Goed hè? Ja.
Je zou er even mee moeten spelen. Wij hebben er even mee gespeeld. En dan merken we toch van, hey, de ene keer doet hij het beter dan de andere keer. Ja, dus je moet even oefenen. Dus ik denk dat je er even mee moet spelen. Hoe je het precies moet doen. En dat wordt ook uitgelegd. Maar daar was ik al afgehaakt. Omdat ik toen al denk, ah, gaaf. Dat. Ja, ja. Dus, dat is de Vanishing Ring van Sans Minds Magic. En die komt in een prachtig doosje. Maar een mooi product. Nee, absoluut. Mooi product. Ja. Voor de werkende goochelaar, denk ik, hè, vooral. Ja. Nogmaals, we hebben hem in het blauw doosje of in een fluweel zwart doosje. Yes. Ja. Koffie is goud. Ja, we hebben nog even een korte kijkersvraag. Ja? Ja, ja, ja. Kom er maar in. Ron en Hart, ik heb een kijkersvraag. En mijn kijkersvraag is... Die pokertafel die jullie hebben in jullie winkel, waar hebben jullie die gekocht of verkopen jullie ze ook op jullie website? Dag, bedankt. Ja, leuke vraag. Waar komt die tafel vandaan? Welke tafel? Nou, ik denk dat hij deze moet. Ah, oh, ja. Nee, het is inderdaad een soort pokertafel-achtig iets. Die hebben wij overgenomen van een goede kennis van ons. Ja. Trad er ook mee op, dus ja. Die gooide hem al een keer achter in zijn auto, ja. en nam die mee als demonstratietafel op zijn optredens. Totdat hij het zat was om dat ding elke keer in zijn auto te zetten en hij hem graag kwijt wilde. Ja. En toen zei ik, nou, die willen wij wel hebben. En voor ons is het een mooie, lekkere, ruime tafel. Dus wij zijn er dan blij mee. We verkopen hem niet, nee. Hè, want er was ook vraag, verkopen jullie dit, verkopen we niet in de winkel. Als je echt zoiets wil... Volgens mij, als je op aan je accent hoort, kom je uit België. Allee, wij hebben een marktplaats in Nederland. En daar worden dit soort tafels op aangeboden. Ja. Maar ik denk als je gaat intikken pokertafel kopen. Er zijn nog steeds genoeg pokerwinkels. Absoluut. Die chips verkopen, maar ook volledige tafels. Ja. Dit is een soort dealertafel, een halve tafel. En, ja, meer konden we niet betalen, was een halve. Ja, halve tafel, de rest die, staat in de achterbak nog bij ons kennis. Nou goed, dus... That's it. Aanbieding nog? Ja, heb leuk. Ik ook nog? Jongen, nog, wat hebben we weer? Wat hebben we toch weer gedaan? Aanbieding is vandaag Torn 2 van... Garcia. Goeie truc trouwens. Ja, mooie truc. Ik weet even nog niet wat die gaat kosten, maar dat staat ergens onder op het scherm. Maar leuk trucje. We hebben er nog een paar van. Dus op is op. Grijp een kans. Ja, grijp je weten. Op is op. Hebben we nog iets anders te melden? Nee. We gaan Joshua J. niet melden. Nee. Dat we die binnenkort krijgen. Want dat hebben we al een paar keer gehad. Als je dit vandaag op zaterdag zit te kijken, dan is de kans groot dat wij... we nemen dit vandaag. Het is vandaag donderdag. Ja. Gisteren was Koningsdag. En vandaag komt, als het goed is, binnen twee waanzinnige goocheltrucs. Priceless. Ja. Van onder andere... Richard Sanders. Richard Sanders inderdaad. En waanzinnig, maar ja, kunnen we nu niet demonstreren, maar wel eventjes de moeite waard om te vermelden. En Sealed 2 van Mimi Lindenveld, ook een hele gave truc. Zag er onwijs mooi uit. Ja, voor de kaartliefhebbers, Virtuoso Spring and Summer 2016, SS 2016 deck, komt er ook aan. Ja. Hebben we ook besteld, dus als je denkt, wil ik hebben, heel klein beetje geduld. Komt er allemaal aan. Goocheldoos komt eraan. Man, we komen allemaal spullen weer. Ach. Fantastisch. Magazijn moet weer uitbreiden. Ja. Nou, dit was het. Ja. Nou. Dan wens ik vanaf deze stoel iedereen een genoeglijke zaterdagmiddag. Of zondag. Of maandag. Of dinsdag. Net wanneer je dit zit te kijken. Als je dit donderdag zit te kijken. Dan wens ik je natuurlijk ook een fijne donderdag. Nou wordt het weer tijd voor even geen Ronnegret, geloof ik. Oftewel, we gaan weer mee. Ja. Ja? Bedankt, tot de volgende keer. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Doei! Doei! Nou. Mag ik mijn telefoon weer terug? Nee, die hou ik. Ja, mooi hè. Je hebt natuurlijk wel zo'n Koreaans... Samsung! Samsung!